President Chandrika Prasad Santokhi en minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien, hebben vanmorgen 12 ambulances overhandigd aan verschillende ziekenhuizen en zieke instellingen. De overhandiging vond plaats op het terrein van BOG. Het staatshoofd gaf aan dat volksgezondheid een van de prioriteitsgebieden van de regering is. De afgelopen COVID-19-periode heeft een enorme druk gelegd op de zorgsector. Niet alleen het personeel is extra ingezet, maar ook de medische equipment en daar horen de ambulances bij. En we gaan investeren in die volksgezondheid. Zo heb ik opgebracht een lijst van alle apparatuur wat niet functioneert in de ziekenhuizen. Want ik heb ook heel wat specialisten ontvangen. En dan zie ik wat het echte probleem is in de ziekenhuizen. Waar belangrijke apparaten, vitale apparaten, niet functioneren. Waardoor de gemeenschap niet geholpen kan worden. En als mensen soms wegtrekken, dan is het niet omdat ze weinig salaris krijgen, want ze verdienen goed. Maar ze trekken soms weg, omdat dat hun integriteitsgevoel aantast als ze niet met geschikte apparaten kunnen functioneren daar. Of omdat apparaten niet beschikbaar zijn, waardoor ze niet een professionele hulp en zorg kunnen bieden. Volgens minister Amar Ramadien is het een positieve ontwikkeling dat de regering in staat is geweest om de ziekenhuizen ambulances te schenken. Het wagenpark van de ziekeninstellingen zag er niet goed uit en de nood was hoog. Ik kan nu al zeggen dat de staat van ambulancevoertuigen ook al ruim voor COVID-19 niet al te geweldig was. Dus er is een enorme druk geweest. Ambulances zijn uitgevallen, gerepareerd. Andere ambulances moesten geshift worden van ziekenhuizen. Zelfs bij het BOG zijn er ambulances geplaatst. We hebben, met, zoals we kennen in het Surinaams, boetboetu. Je gaat de ambulances allemaal moeten gaan repareren om steeds draaiende te houden. Terwijl patiënten thuis wachten om opgehaald te worden, COVID-patiënten. Dus het was een call eigenlijk op basis van de evaluaties dat wij dringend onze ambulancepark voor de ziekenhuizen moesten upgraden. En dat hebben we gedaan. Wij hadden 9 ambulances die we hebben aangeschaft. En 3 ambulances die zijn toendertijd ook via het Japan UNOPS project geschonken aan Suriname. Dus vandaar dat we in staat zijn om 12 ambulances nu te schenken en te distribueren onder de verschillende zorginstellingen. De zorginstellingen die onder de overheid vallen, zoals het Slans Hospitaal, het Academisch Ziekenhuis, het Regionaal Ziekenhuis Wanica, het Moengra Medisch Centrum, de Medische Zending en de RGD, hebben allen ambulances ontvangen.